Nee, zeg dat maar niet tegen een populaire popster. Hey, heb je de webcam al aangezet? Hier. Oh, hey, sorry jongens. Spider-Man toch, hè, de webcam direct aanzetten. Waarom zou hij dat doen, denk je? Niet grappig, oké. Wij zijn nu bij Ik Speel Games natuurlijk. Ik ben Albert en dat is Arthur. Shh, zeg ik je. We gaan nu Slither.io spelen. Ik had eraan gedacht om Slither.io te spelen, want ik vroeg me af. Waarom spelen we nu in Sanctia in plaats van Slither.io? Want we hebben nog maar 2 video's hiervan. Dus we gingen onze video maken van Slither.io natuurlijk. Vandaag zijn we Battle Heroes. En wat jullie misschien niet weten, is dat er vele nieuwe logo's zijn hierbij. In plaats van dit, dat. Er zijn nog vele mooiere. Kijk eens even. Deze en deze. Mooi, hè? Maar we gaan nu eentje kiezen waar ik heel erg veel van hou. This here. Battle Heroes. We gonna win. Wij gaan winnen. Oké, bij Slither.io is natuurlijk ook altijd de bedoeling om iedereen op te eten. Maar die gast ziet er dus echt irritant uit. Huh? Dat was dus heel erg raar. Onze beste lengte was 13 centimeter, zeg maar. Wat wil die gast hier? Kom op, jongens. Leven. Geef mij jullie levens, alsjeblieft. Oh. Iedereen ging er zo op af. Iedereen. Oh, jongens, toch. Oh, moet je zien. Ik ben zo lang hierbij. Oh, god. ik ben goed. I'm good in this thing. Oh, ding. Oh, de tick-lock. Pak ze allemaal. Dat is de eerste keer dat ik zo groot ben. Ja, eigenlijk. Oh, moet je zien. Probeerde die mislukte kop mij te omsingelen. Kom maar op, Flappy. Hij gaat er sowieso aan. Wow, wat probeerde jij, hè? Huh? Wat ging jij proberen? Waar? Dus, toch niet. Ik ga mezelf niet opofferen voor deze kleine gastje hier, hoor. Maar wel voor deze hier natuurlijk. Oké, we zitten hier soort van even vast, maar nu niet. Ah. Nee. Yeah. Wat? 4692. Dat was heel erg groot. Jullie gaan er helemaal aan. Jullie hebben mijn levens weggedaan. Nu gaan jullie leventjes weg. Begrepen? Hey, wat wil jij denken, hè? Huh? Wat wilt die eigenlijk? Wat wilt die player? Ja, we gaan een skin kiezen. Dat is het eigenlijk het makkelijkste. Kom, we gaan deze eens uittesten. Dat is cool. Ja. De zon daar eigenlijk van Battle Heroes. Dit is niet ons logo. Wij maken alleen maar battles, als jullie het wisten. Oh, daar is er eentje. Daar is er lang. Nee. Dit meen je niet. Ah, kom op. Hey, Los. Loser. Probeerde hij Tos te schrijven. Is dat je naam? Is dat die naam, dacht je? Oh, ik dacht dat hij eraan was. Maar dat is dus niet zo. Probeerde hij ons te omsingelen? Ja, groot zijn is natuurlijk ook niet altijd het beste hierbij. Oh, die gastje heeft zot veel geluk gehad, hè? Oh, jongens toch. Moet je zien, man. Oh, dat is een grote. Nu verlengen we steeds.
Ja, daarnet had ik heel erg veel geluk. Maar nu, wat is er met mijn geluk gebeurd? Is mijn geluk weg? Ja, eigenlijk wel. Oh, ik pak je. Ik pak je. Oh, kom op. Doe vast. Oh, we zijn nog wel een beetje lang. Maar we moeten verlengen, zebiet. Kona. Oh, die ging er bijna aan. Awesome! Joepie! Trick! Ja, goed. Goed zo. Deze zijn van mij. Zeker en vast niet te vergeten. En nu... deze gast hier. Oh, een kleintje gepakt, jongens, toch? Dit is dus echt heel erg leuk. Snuif de lucht op. Snuif de lucht op. En nu... ja, ja, hier zo. Oh, nee! Ja! Het is tijd om de Belgische vlag te kiezen. Of de King of the Colors. Is het de King van de kleuren? Daarnet waren we 303. Maar van mijn eerste keer was ik zeker 3000 of zoiets. Dus dat was dus echt vet gaaf. Maar nu is dit 0% geworden, mijn leventje. Hier bij die slang natuurlijk, hè. Het is eigenlijk geen slang, zeg maar. Maar dus... ja, goed. Dit is de King of the Snakes. Ja, ja. Wat probeerde die gast? Hij rende zo aan hier zo. Oh, iedereen probeert. Iedereen probeert, ja. Iedereen gaat wel eens proberen om elk, zeg maar, te verslaan. Dus, everyone. Ja. Oké. Normaal gezien noem ik me dus altijd Lamborghini, maar dit is fantastisch. Oh, yeah, boys. Yes. Woe. Dacht ik dus niet. Heel... ah! Nee! Nee, ja. Die ging zot snel! Are you kidding me? Yes. Ach, jongens toch, hè? Allee. Oh mijn god, zo'n sukkel. Moet je zien wat dit nu nou eigenlijk. Oh, weet je wat altijd het belangrijkste is bij Slidroom? Deze hier. Ja, nee! Nee, ja. Hij pakte mij. Maar we waren toch 397. Dus ja. Maar mijn fijne lengte, de allerlangste dat ik was, is hier zo. Oké. Kak. Kleintjes. Ja, kleintjes zijn altijd stom hierbij. Dat is zo moeilijk dat ze zo snel hard aankomen. En dan... dat je er direct aan gaat. Ah, kom op. Ja, de truc hierbij is om rond iemand te cirkelen, maar dat is nooit zo goed, hoor. Dat is bijna nooit zo goed. Ja, ja, ja. Belgium, waar ben je? Kleur van Belgium. Oh, deze ziet er fantastisch uit. Ja. Yeah. Ik kots hiervan. Ik wil hem pakken. Maar deze gaat eraan. Yeah, yeah. Alles is voor mij. Yeah. Alles is voor mij. Everything is for me. Everything is for me. Oh, hij omsingelt me. Hij omsingelt me. Oh, ja, ik ben eraan. Hij wou me. Hij wou me grijpen, maar dat was een slecht idee van mij. Ik. Ja. Mama, ik. Opie, ik. Oeh.
Ik heb hem gekild. Oh, heel. From they go. Ja. Oeh, waarom is hij paars nu? Nee. Green banana. Meen dit nu nou echt? Green banana. Oh, deze gast gaat er gewoon aan, hè. Deze gaat er sowieso aan. Ik weet het zeker en vast. Oké, wat gaat hij bij mij proberen, denk je? Soms is het u groot maken niet het beste idee dat er is. Hè. Soms moet dat nooit en al. Oh, Mechabot probeert me te omsingelen. Mechabot. Oh. Wat dacht jij, hè? Wat zou jij denken? Hij probeert het gewoon, hè? Oh, bijna eraan. Kom hier, Green Banana. Are you kidding? Ah, die is zo goed. Ah, nee, dit meen je niet. Ik zei dit meen je niet. En jij zegt ja. En ik zeg nee. Oh, wat probeerde deze sukkel eigenlijk? Wat zou hij proberen, denk je? Ja, mij omsingelen. Dat niet om me niet. Oh, deze gaat er zo aan. Ja, het is for me. Just for me. It's just for me. Het is alleen maar voor mij. Alleen maar voor mij. Alles is van mij. Ik ben zo blij. Op school was ik altijd zo blij, maar toen ik slidderen speelde, dacht ik zo van, ah, dat is zo stom. Je kan hier eigenlijk bijna niks bij doen, dacht ik zo van. Maar ja, dat was het eigenlijk dus niet, hoor. Ik probeerde hem te omsingelen. Maar die had hem. Maar dat is ook zo moeilijk om tegen anderen aan te komen. Want wat zou je denken eigenlijk? Oh, deze is zot hard. Oh, moet je zien, die gaat er bijna aan. Ik ga gewoon kijken naar het resultaat van onder. Alles, zeg! Dit meende niet, man. Hallo? Oh, wat probeerde die bolletje? Nee. Oh. It's just for me. Het is alleen maar voor mij. Iedereen probeert Kwabbelkop te doden. Waarom eigenlijk? Dom is. Ja, nee. Zeg dat maar niet tegen een populaire popst. Ik weet het. Jij weet het niet. Je weet het niet. Dit kan gewoon niet. Dit is gewoon beschamelijk. Wat zou je denken? Oké, we gaan eens kijken. Die lichtstralen gaan dus die kant op. Dan gaan we van langs die kant gewoon eens beginnen. En nu dan eens. Ja! Thomas Lokkenkop. Ja! Oh. Bijna eraan! Waarom keert hij zo steeds om? Wat zei je? Smiley! Boom! Je bent eraan! Boom! Bam! Boom! Bam! Slokkenkop, eindelijk. Oh, eraan, flappies! Ja, maar lukt toch? Ja! It's my happiness day. Smiley! Oh, are you kidding me? Zo lang dat hij is. Langer dan jou. Oh, nee, dit meen je niet. Dood haat ik, lief. Yeah, wat draag jij nu eigenlijk? Rood. Begrijp je dat niet? Niet gesnopen.
niet gesnopen. Waarom begrijpen jij mij niet? Waarom niet? Waarom wilt iedereen een aardappel van mij? Aardappel. Ah ja, dat is altijd irritant dat je iemand bij de kop moet raken, maar dat lukt mij bijna nooit. Bij mij lukt dat bijna nooit. Maar omdat iedereen steeds afwijkt en dat is zo irritant, je moet steeds kijken. Heeft iemand mij geraakt? Nee. Oh. Ah, probeer je het toch maar. Nee! Ja! Nee! Oh, jullie gaan er zo aan. Oh. Herfst. Nee, dat is geen herfst. Dat is een land. Portugal, denk ik. Oh, daar is er een brok. Oh, daar nog eentje. Joepie! Ja! Jee! Er zijn dus toch slangen of wormen of regenwormen, wat het ook dit zijn. Wormen. Kakkiewormen of zo. Ja, wat ze ook zijn, ze offeren zichzelf op. Dat is het beste van het beste. Ja, die offert zichzelf op, zo dom dat hij is. Oh, afgemaakt. Jongens, nee! Laatste battle. Nee. Nee, je niet. Dit kan gewoon niet. Oké, sorry jongens. Ik was veel te hard vandaag tegen die mensen hier zo. Maar het saaiste hieraan vond ik dus dat ik er steeds aan ging. Ik was zot groot geworden hierbij. En dat was dus niet fantastisch dat dat zo gebeurd was. Maar ik ging maximum tot de 4000 lengte. En dat was dus echt zot lang. Maar ja, ik ging steeds aan door die kleintjes, die groten en al. Eén grote probeerde me te pakken. Ik draaide om, hij draait weer zo om. Ik ga naar zijn kant en plak tegen zijn kant aan. Dus dat was dus ook niet leuk. Maar deze video moeten jullie dus zeker en vast liken. En abonneren. En ons abonneren natuurlijk. Weet je waarom? Wij maken deze video voor jullie. Dan gaan jullie... eraan, oké? Okay? Nee, als jullie gewoon niet kijken naar deze video, dan niet meer uitkijken en al, dan vind ik dat gewoon niet meer leuk eigenlijk. Maar, als jullie Skidrio niet leuk vinden, dan kunnen jullie in Instancia spelen. Fantastisch! Of gewoon naar de video's kijken van Instancia. Dat wordt dus vet gaaf! Tot de volgende keer, beste vrienden!